Ik ben bij de volgende vlag aangekomen. Het heeft een blauwe bovenkant en daaronder geel en groen. Maar het blauwe streepje is veel groter. Die daar in de staat is Cambodja. Die met dat wit of dat, sorry, dat gele ding. En de linkerbovenhoek was Rwanda. Ik was de eerste met twee enveloppen. Dus ik kreeg alle vier de rekensommen van Jari. Alleen, ik kan echt niet rekenen in dingen, maar veel te lang. Dus dat... Nee, op dit moment hebben we nog geen informatie. Oké, dus jij denkt van het beste is dat we naar je toe komen. Ik weet het nog nooit. Het einde is nu echt in zicht. De kandidaten kunnen de finale ruiken. Ze zijn nog met vier kandidaten over. Stan moest vorige week het veld ruimen. En dat heeft zijn resten nagelaten. Niet omdat hij nou zo verdacht was, maar hij was een geliefd karakter in de groep. Toch zullen de kandidaten hun volledige focus moeten opbrengen om verder te gaan met die zoektocht. Want vandaag wordt bepaald wie de finale halen. En daar is maar plek voor drie. En niet voor vier. De kandidaten reizen vandaag af naar Alkmaar. Alkmaar is echt een wonderschone stad. Zo heeft het 399 rijksmonumenten en 700 gemeentelijke monumenten. De kandidaten zullen daar echter niet veel van zien, aangezien zij op een tennisbaan zullen zijn en op een kantoor zullen zijn. De kandidaten zullen dan ook op hun tennisvermogen worden getest, ook op hun creativiteit, hun communicatie en hun orde scheppen in de chaos. Wat schijnt het tot u? Je kans is zojuist van 1 op 8 naar 1 op 4 gegaan. Bij ons centraal dus, of is dat zo'n hele fout? Wie denk jij dat de mol? De kandidaten wisten gisteren al dat er een tennisopdracht was. Zo gaven wij ze in Rotterdam al de opdracht om iets te zoeken voor maximaal 10 euro waarmee ze konden tennissen. En hier vertellen ze even kort hoe ze dat is afgegaan. Nou ja, dat ging eigenlijk best wel goed. Isa had het idee om naar de HEMA te gaan en ik ging gezellig met haar mee. En daar vonden we op zich rackets, wel voor badminton en voor beachtennis. Maar goed, het waren rackets. Toen wij naar buiten liepen kwamen we erachter dat Stan dacht dat het heel handig was om te tennissen met geurkaarsen. Dus dan denk ik dat rackets toch een betere keuze zijn dan geurkaarsen. Gisteren shop in Rotterdam. Dat was natuurlijk leuk voor een Amsterdammer. Ik denk, oh jee, ik moet allemaal Rotterdammers iets gaan vragen, maar dat viel wel mee. Ik ging samen met Helga op pad. Zij had namelijk een decathlon gezien. En zij wist iets te vinden. En dat is ongeveer op 7 minuten lopen. We waren 20 minuten, dus dat moest lukken. Dus wel een beetje doorlopen en rennen soms wel. En toen kwamen we in het decathlon en toen werden we heel vriendelijk geholpen. We zeiden van nou, we maken een programma De Mol. En kunt u ons helpen met de goedkoopste tennisracket die u heeft? Moet maximaal 10 euro zijn. En toen kwam die mevrouw al eigenlijk meteen met twee rackets voor te tennis. En dat zijn eigenlijk Padeltec rackets. En nou, die waren heel goedkoop. Dus precies nog binnen het budget. Het was echt een goede keuze van Helga. Daar was ik heel blij mee, want zelf had ik dat niet bedacht. Ik had zelf iets naar de HEMA gelopen of wat dan ook. Had ik ook wel wat gehad, maar iets minder. En, dus ja, dat was wel heel grappig om door Rotterdam te rennen en op de koolsingel te eindigen voor de Amsterdammer. Nou, eerst werd ik penningmeester gemaakt, dus dat was leuk.
En daarna mocht ik dus bepalen wie er tegen wie ging. En nou, we mochten wederom tegen de crew, dus die hadden ook wat leuks te doen. En nou, een van de crewleden die had erg veel zin in, dus die heb ik maar de kaars gegeven. Want Stan was afgevallen, waardoor het voorwerp van Stan mocht gegeven worden aan een van de crewleden. En daarna heb ik geprobeerd matches te maken die een beetje gelijk opgingen. Is dat ik voor het laatst heb getennist. En ik had het ook niet meer met die bracket. En ik wilde het eigenlijk gewoon niet helemaal. Dus, nou, af en toe kwam er een bal en dan ging hij weer helemaal zo wop. En ik had gelukkig twee, dus dat scheelde al wel iets. Maar, ja. Toch verloren. En die crewlid die kreeg twee kaarsen. Want dat waren de kaarsen die Stan had gekocht. Die kreeg de crewlid. Ja, en dat was natuurlijk voor mij. Ik had in het pakje. Makkie. Had anders ook wel een makkie geweest, denk ik. Ik kan goed tennissen. Maar nou, dat is wel, wel makkelijk eigenlijk. Easy peasy, zoals ik het noem. Dus ik haalde meteen €500 in de pot. De andere hadden wat lastiger. Had ik ook wel verwacht. Want de rest van de crew was wel goed. Dus ja, het was lastig. Tenniswedstrijdje wel, denk ik zo. De een deed het wat beter dan de ander, maar de een had ook wel een wat moeilijker voorwerp daarover. Martin, jij bent de enige die gewonnen heeft. Het zij met iemand die met geurkaarsen getennist heeft, maar het is wel zo. Daarmee verdienen jullie €500 voor de pot. Gefeliciteerd. Tijn had daar een andere gedachte over. Die dacht van nou, laat ik heel erg lief voor Martin zijn met zijn knie. Maar misschien dat je beter eens kunnen vragen, wie kan er tennissen überhaupt? Zodat we meer kans maken op meer geld. Dat zou je kunnen zien als een molactie. Een molactie die niet voor de hand ligt. Maar daar denk ik wel, daar denkt hij wel over na, of heeft hij over nagedacht. Want hij wilde als penningmeester meteen, ja ik ben penningmeester. Dan kwam eigenlijk niemand tussen, maar wij vonden het al lang best om te kijken van nou wat doet hij dan als penningmeester. En hij had meteen al een voordeeltje en deed hij goed. Ik vond zijn keuze prima. Ik bedoel, Martin heeft inderdaad last van zijn knieën, moet eigenlijk niet te veel doen. Dus het was logisch om hem met iemand te plaatsen met een nadeel. Die dus met de kaart moest spelen. Ik denk ja, een goede keuze. Ja, ik denk niet dat hij heel veel op aan te merken. Deze ochtend hebben jullie al even gesport. We gaan nu even terug naar het kantoorleven. Het is zometeen tijd om e-mails te beantwoorden. Tijn, jij bent de penningmeester. Dus jij mag bepalen wie antwoord gaat geven op de mails. Dat mag één iemand zijn. Maak me niet verhuizen. Ik doe zelf wel. Aha.
Mag maar dat in het park. Ja. Voor de rest, jullie krijgen dadelijk een lijst met mails waar Tijmen een antwoord op schrijft. Jullie krijgen ze niet allemaal, het zijn in totaal 40 mails, dus iedereen krijgt een deel van die mails. Tijmen schrijft een antwoord en dat antwoord stuurt hij aan jullie. Jullie moeten dat antwoord naar de juiste mail doen. Per mail dat lukt, 100 euro voor de pot. Okay. Succes. Ja, de volgende was eigenlijk 10 mails. En 10 mails was wel leuk, want we gingen met z'n drieën achter de computer zitten. Dat was Helga, Isa en ik. En wij kregen dan een mailtje van Tijmen. Die stuurde dan de mails. Hij wilde dat graag doen. Dus van ons mocht hij dat, want daar was hij goed in. En soms waren de reacties op de mails heel erg hilarisch van hem. En wij moesten dan die mails, die reacties koppelen aan de mails die wij via WhatsApp hebben gekregen. Dus wij kregen een mail. En Tijmen had daar een reactie op geschreven en dan moesten wij zeggen, oké, bij welke mail hoort dat? Nou, ik had wel zin om de controle in handen te hebben en ik vind van mezelf dat ik wel oké kan schrijven. Ik dacht, ik ben penningmeester, dus ik geef mezelf lekker een leuke rol. Omdat ik dus Tijmen nog al sterk verdenk als mol, had ik meteen al bedacht dat hij zichzelf op de positie zou zetten. Oké, dan start jullie tijd in 3, 2, 1, succes! De eerste denken wij Anita Kuipers. Zag je dat dit? Ik moet even binnen en het is. Beste, ik snap het probleem inderdaad. Zij zullen zo spoedig mogelijk langskomen om dit probleem te fixen. Ik zeg niet dat je van ons zit. Bij mij ook niet. Dus er is ergens een probleem? Misschien. Een mailtje over een lekkage of zoiets. Jij is bekend aan het sproeren. Ik heb iets wat ook lijkt, maar dat is het niet. Ik heb een mailtje gevonden, dat is achterbol.com. Ik ben zeer teleurgesteld en boos dat mijn figuur na 2 maanden al is nog steeds niet is geleverd. Het is onacceptabel. Ik verzoek u om binnen 48 uur te reageren. Maar ze zegt van ja, ik snap het probleem inderdaad, maar we zullen zo spoedig mogelijk langskomen om dit probleem te fixen. Ik denk dat echt dat het is. Kan wel. Hmm. Als we die anders als optie houden, dan kan wel. Voor mij is het echt niet zo. Zat hier niet bij jou in die mailtjes nog aan? Dat is goed. Kom maar, hij komt er nog eens goed. Zoals iets meer functioneert en de hoek eet overal ook mee. Dit pak ik niet. Dit pak ik niet. Hier heb ik ook zo'n met oma en oma is oma. Betty. Beth? Oma Betty. Betty? Ja. Gezeik ook altijd. Ik zit al bijna tegen een burn-out aan. Als we weer hebben, krijgen we die. Oh, wat een... Die zei het duidelijk, als je duidelijk, zei ik ook altijd.
Hallo, sorry hoor. Volgens mij heb ik er een. Ik weet het deze. Ik heb deze volgens mij. Deze is echt ook. Het was een hele kritische op een artikel van een krant. Daar heb ik een hele lange mail opgeschreven. Die moet het daar zijn, deze is echt leuk. Een vraag, heb je rood haar en ben je klein? Ik zie je morgen. Een vraag, heb je rood haar en ben je klein? Ik zie je morgen. Ik heb dat een ding. Ja, over een app. Goeie vraag, dat is leuk om je mail. Met je oma. Ik kom morgen anders wel even gemaakt voor deze oma van korting. Ja, ik heb nog deze oma. Dit is vast op een scam die je e-mail. Deze wil ik niet tegenkomen. Waarom dat antwoord? Het gaat over een oudere vrouw of zo. Dit is denk ik een aanbod van een tv voor 3 euro. Wat maakt jij dat er ook wat op lijkt misschien? Een stem hebben met een aanbieding erin. Nee. Ik heb wel een soort van raar drijfkracht. Ik heb niks met de hakken. Anders kom ik echt langs. Pardon? Wat is dit nu? Je weet hoe druk het is. En nu een beetje dit doet, slaat echt helemaal nergens op. Echt achterlijk gedrag dit. Die verlenging van je contract kun je denk ik op je buik gaan schrijven. Snap je? Buik, sukkel, PS, klachten van grensoverschrijdend gedrag. Omdat ik je zo aanspreek, doe maar helemaal niks mee. Begrepen? Die is goed. Die is goed. Dat was best lastig, want de mailtjes leken veel op elkaar. Dus waren er wat dubbele antwoorden gegeven. Wellicht ook wel wat expres foute antwoorden. Dat zou best kunnen. Ik zelf niet, ik heb eerlijk geantwoord. Ik begon ook meteen heel erg goed. Alleen daarna dacht ik van nou, laat even de anderen kijken. Omdat ik Isa ja, niet echt verdacht, maar ik wou toch even kijken wat ze deed. En die gaf een paar foute antwoorden door. En ik heb 2 foute antwoorden doorgegeven. En, helft van volgens mij geen enkele. Dat is wel, er staat ook heel weinig mailtjes. Ja, dus dat liep ook niet echt super. Ik heb wel iets over werk, maar dan stuurt de werkgever van ik heb die mail van de werkgever. Dat klopt niet. Dit is ook de werkgever. Dit denk ik van werknemer die daar wil of niet wil werken of niet wil overwerken. Ja. Oh, die nemen deze. Kijk de top. Ja, ik heb achter mijn prijs. Ik wil laten weten dat ik vandaag niet bestaan ben met het komen werk. Ik heb een buikgriep. Ik voel me zwak. Daarom heb ik muziek. Snap je buik. Oké, tot pijn van dan. Ik laatste minuut. Kimberly Stans. Dat gaat Tim. Ik heb helemaal een slag voor je. Ja, die Sander zal eentje hebben bij. Van Kimberly Stans is dat even een slag. Met tegen, wat moeten we daarna doen? Ik heb nu steeds met vrienden goed die naam gedaan. Dat moet het nou zijn voor wie is. Nee. Oh, nee. Ja. Jawel, met vriendelijk groet is wat je doet. Ja, oh, daar antwoord je op. Timer! Je moet stoppen. Zo. Jammer, ik had nog een hele leuk. Ja, wil je hem nog even, wil je hem nog even aftypen en sturen? Ja. Ja, hij typt hem nog even af en stuurt. Kandidaten, een flinke werkdag achter de rug, zullen we maar zeggen.
Nee, maar je hebt 19 mails weten te beantwoorden in een tijdspan van 45 minuten. Martin Helwerk zei, jullie moesten die juist linken. Ik heb veel verschillende namen doorgekregen. Van de 19 mails die jullie moesten linken, zijn er uiteindelijk 6 goed doorgekregen. 6? Dat is echt weinig. Dat betekent 600 euro. Voor de bon. Zes? Ik heb mezelf zo ver nog gecontroleerd, maar lees het dan voor. Heel gek. Meestal waren het best duidelijk, toch? Ja. Heel duidelijk, ja. Ook jij moet je zeggen van schrijf het op je buik. Dat is op je buik. Nou, het was erg leuk. Ik mocht de e-mails gaan typen en vervolgens mochten de drie andere kandidaten mochten bepalen waar die bij hoorden. En ik vond zelf dat ik best wel leuke e-mails had geschreven. Volgens mij de rest ook, hoorde ik achteraf. Dus het was wel een hele grappige opdracht. Wat ik wel heel raar vind is dat we er maar 600 euro mee hebben verdiend. We zouden 100 euro krijgen per goede e-mail. En ik heb volgens mij 19 e-mails doorgestuurd. En ja, misschien waren er een paar niet duidelijk. Maar dat er zoveel niet duidelijk waren, dat geloof ik niet. Dus dat vond ik wel opvallend. Ik vond het een hele leuke opdracht, omdat het gewoon weer iets compleet anders is dan wat we normaal hebben gedaan. Martijn heeft er 19 mailtjes gestuurd en wij hebben 12 antwoorden gegeven, waarvan er maar 6 goed waren. Dat vind ik erg vreemd, want er waren toch wel wat specifieke dingen ook in Martijn nog gezegd tegen mij. Dus tussen die 19 van Martijn zaten toch 7 die wij maar niet eens wat hebben ingevuld. Dat vind ik al vreemd. Maar ook 6 fouten. Dus ik denk dat hij daar wat in heeft gedaan. Dat hij gewoon reacties heeft gegeven op verschillende verkeerde mailtjes. Maar wel een hele leuke opdracht. Je hebt daar echt enorm gelachen. Want ze enorm lachen om de antwoorden die Tijn heeft gegeven. En ja, top opdracht. Alleen helaas niet veel geld verdiend in de pot. Ja, het is vooral misgelopen in het zien van de reacties op de mails. Op welke mails dat is. Dus ik denk dat het echt mis is gelopen bij de mensen die achter de computer zaten. Nou zat Tijn mezelf ook achter de computer. En die weet ook wel van... welk mailtje is makkelijker te doen en moeilijker te doen, maar gaat wel soms goede hints. Dus ja, die het echt geknald hebben, ja, dan ben ik dan toch zelf wel. En Isa en Helga. Ja, ik snapte de opdracht wel. Het waren alleen veel en lange mailtjes. Echt hele lange mailtjes. Die dan ook weer in stukjes geknipt waren. Wat niet heel makkelijk was. Want dan snapte je wel waar het mailtje over ging, maar dan had ze niet door wie de afzender was. En sommige mailtjes had ik het idee dat die wel 3-4 stukken waren geknipt. Welkom bij jullie laatste opdracht voordat jullie de belangrijkste test tot nog toe gaan maken. De test die gaat bepalen wie de 3 finalisten zijn. Maar dat is straks. Ik ga vandaag voor deze opdracht niet veel vertellen. Alles wat er net niet lag, mag kapot. Jullie hebben 5 minuten de tijd. Ja, Jari deed een praatje voor de deur voor de laatste opdracht. Nou, dat was eigenlijk heel snel praten die. Oké, jullie hebben nu 5 minuten om naar binnen te gaan. En alles wat binnen ligt, wat je net niet lag, mag kapot. Succes. Ik was al meteen op mijn kievieven, want ik denk, hier komt een ballonnenopdracht. Ik had namelijk ook dat geld gezien in gele ballonnen. Dus ik dacht van als er een ballonnenopdracht er is, dan pak ik alle gele ballonnen die ik zie. En ik ging er ook echt vol voor vandaag. En ik denk gisteren iets minder. Eergisteren ook. Ik denk, dit is waar de vrijstelling in zit voor de finale. En het, van tevoren dachten we dat allemaal. Hier kunnen we wat winnen. Nou, we kwamen binnen in de zaal waar we de eerste opdracht ook hadden. En die lag opeens vol met ballonnen. Dus wij dachten aanvallen. Dat was eigenlijk de eerste gedachte.
laatste minuut. Sleutels, we zoeken sleutels. Misschien hebben ze gewoon gemist, want we hebben natuurlijk vooral geklapt ook. Misschien liggen ze gewoon ergens nog in die resten of zo. Dat zou nog kunnen. Nou, sleutel, goed. Half minuut. Dat zou je denken. I am confused. I am confused. Kistjes zat €500. En als jullie die open hadden weten te maken, hadden jullie die mee kunnen nemen. Helaas, zoals ik het, als ik het goed zie, alle vier de kistjes dicht. Ja. Dat betekent dat met deze opdracht helemaal niets is verdiend voor de groepsport. Het is tijd. Dat ene moment. Tijd om te gaan bepalen wie de drie finalisten van seizoen 2 van de Mol België Nederland worden. Maak je klaar voor test en executie. Nou, ik moet zeggen, tijdens de ballonnenopdracht was iedereen zo erg bezig met zichzelf dat ik denk dat niemand echt goed heeft opgelet op anderen. Dus nee, ik heb niet echt verdachte dingen gezien. Ik was vooral bezig met een vrijstelling zoeken die er niet was. We hadden vanochtend al gezien dat geen ballonnen geld zouden betekenen. Dus ik had zelf al bedacht, nou, misschien geld kan ook wel andere positieve dingen zijn. Zoals gele ballonnen ook gehaald, maar ik heb helemaal niks gevonden. Net als de andere kandidaat, tenminste zover ik heb kunnen zien. Al denk ik wel dat de mol hier wel iets aan heeft gedaan. Wel de sleutels heeft gevonden en heeft weggestoken. En in alle chaos had het ook echt wel makkelijk gebeurd. Alleen, het bleek alleen geld te zijn achteraf. Maar wel mijn handen een beetje open gehaald van die ballonnen. Want ik dacht, ja, ik pak deze prijsstelling en pak ik lekker mee. En dan zit ik in de finale. Maar helaas. Er zat dus niks in. We hebben allemaal niks gevonden. Uiteraard zat er wel ergens wat in en hij heeft de mol het weggehaald. Goeie actie, chapeau, want niemand ziet dat. Want we zijn alleen maar als een dolle op die ballonnen gestort. En voor de rest hebben we niks gezien. Of helemaal niet opgelet, ook op anderen. Nee. Ik heb niks gevonden. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Helemaal vol op Tijmol, zoals ik hem noem. En Tijmol is de mol. En ik weet alle vragen van zijn lijst uit mijn hoofd. Ik weet wat hij doet. Ik weet wat hij vandaag gedaan heeft. Alleen het is altijd afwachten welke vragen worden gesteld. En soms zijn vragen soms heel erg moeilijk. Of denk je van, heb ik helemaal niet gezien en dan raak je een beetje in beslag. En ik hoop dat ik die vragen, eigenlijk net zoals de test van gisteren. Die test vond ik vrij makkelijk. En ik denk, als dat nu weer zo is, dan heb ik er al het vertrouwen in dat ik morgen met z'n drietjes sta. En dat Jari vraagt van, wie is de mol? Ja. Dat hoop ik wel. Ik ga er wel van uit, maar als het niet zo is, ja, dan ga ik naar huis. Ik ga wederom 100% op Martin inzetten deze test. Dat is vorige test ook goed gegaan. Dus ik ga ervan uit dat dat nu ook weer gaat lukken. Hoewel het wel kan zijn dat iedereen nu op Martin zit. Dus dat maakt het wel wat spannender dan vorige keer. Ik ben 100% zeker dat Martin de mol is. Nou, ik heb nog een joker, dus dat gaat me sowieso wel iets helpen. Dat is één vraag. Ik weet zeker dat Martin op de Tijmen zit. Ik zit op Tijmen, hij is dus de mol in deze. En Belga zit, heeft voor de test wat gespreid. Ik hoop eigenlijk, dat is heel gemeen, maar dat ze nu nog steeds niet helemaal zeker weet. En ook nog niet meer de test gaat invullen. Maar ik nam
hoop dat Martin het heel goed gaat doen en dat hij misschien wel 20 van de 20 scoort. Moet ik wel zeggen dat we hebben vandaag allemaal opdrachten gehad waarvan ik niet zo goed weet wat daar de vraag over gaat zijn. Ook nu er wat kleinere groep wordt, wordt dat ook lastiger. Maar ja, ik ga gewoon proberen om alles goed te beantwoorden en dus op tijd maken. Ja, ik heb niet zo'n goed gevoel omdat ik het eigenlijk nog steeds niet echt weet. Het enige wat ik nu wil weten is dat ik Martin uitsluit. Maar dan blijft de timer er iets meer over. Ja, en ik vind het echt heel moeilijk om daar een keuze tussen te maken. Ik switch per minuut, geloof ik. Dus ik hoop dat ik nog heel even mag nadenken. Tijmen was gisteren met die bootjes, lag hij op een gegeven moment om de hoek en leek het er toch wel op alsof hij om de hoek lag te relaxen en niet door had dat hij bekeken werd. Isra vind ik vanaf het moment, dus daar probeer ik dan ook een beetje aan vast te houden. Ik vond haar vanaf het begin al vreemd. Ik heb haar best wel lang gewoon meegenomen in die testen. Jan-Julius, Ivan, Esther en Stan. Zij gingen degene voor die dadelijk hetzelfde lot ondergaan. Heel veel zullen zeggen dat Jan-Julius wellicht de lastigste plek heeft gehad om af te vallen. Want hij viel namelijk als eerste af. Maar ik denk dat er toch nog een plek is die vervelender is om af te vallen. Zeker nu de finish zo dichtbij is. Nu je zo dichtbij de eindstreep hebt. Zo dichtbij het antwoord op die ene vraag. Laten we eens kijken. Wie worden de drie finalisten? En wie valt er vlak voor de finale toch af? Helga? Je mag afscheid nemen. Helga, hij was rood. Dat is die Shoki Kwatsel. Shoki Kwatsel. Yes! Hoe voelt het nou zo vlak voor de finale? Ja, om eerlijk te zijn, die wil ik niet met jou eens doen met de mensen vullen. Mooi. Ja, en ik ben er. Dan zijn we in ieder geval onderweg. We hebben nog maar twee over. Nu hebben we meer kans. Twee weg. Van wat is nou het mooiste wat je meeneemt in deze prijs? Ik had ontzettend graag naar hem gespoord dat ik hierbij kwam. Dat was ook de dag van als ik ooit mee mag doen, zou ik hier aan de hoogste zijn. Toch wel goed gekomen. Heel leuk. Helga, ik ga je de hand schudden. Heel erg bedankt voor je deelname. Je mag die kant op. Dankjewel. Dankjewel. Doei doei. Dood helemaal. Die hele weg weer terug. Helemaal voor niks gelopen. Hoi, Tijm hier.
Hallo, Martin hier. Hallo, Lisa hier. Ja, ik denk dus dat ik de mol ben. Wat grappig. Als je de antwoorden goed wilt geven in de test, dan moet je nu goed luisteren. Tijdens de chocoladeopdracht in Brugge heb ik geleerd over chocolade. Tijdens de schaakopdracht in Brugge heb ik helemaal geen set gedaan. Tijdens de opdracht bij de trap in Luik stond ik helemaal onderaan de trap.